Oké, ik zit hier achter een beeld. En ik ga vanaf de sokkel omhoog langs een stang. En dan kom ik eerst bij wat ruwig. En dan aan de achterkant is hier ook ruw, maar aan de voorkant is hier glad. Het is. Even kijken. Nou, het is een mensachtig iets, denk ik. Er zit een kop op. Met de neus voel je. De mond en de ogen die zijn wat platter. Maar dat moet toch volgens mij in de ogen en de mond zijn. Bij de kin is hij wat ruwig. Je zou denken dat het dan iemand met een baard is. En dan opzij de armen. En die zijn naar de hoogte. Zijn in de lucht gestoken. Aan de achterkant is het een ruw. Een ruwe rug heeft hij. Wat ik voor me zie is een man met een baard. Het is geen nadenkende man. Hij heeft gewoon een heel recht voorhoofd. En ja, allebei de armen omhoog. Alsof hij, je zou bijna zeggen van, hij zegt hiep hiep hoera. Kan ook zijn dat hij iets uit de lucht wil vangen. En dan heeft hij achter zijn rug helemaal hol. Zij steekt ook een beetje zijn buik naar voren, voor mijn idee. Als je nou als dit nou zo gezegd een voorkant was, en je laat de achterkant weg, dan heeft dat weer iets heel anders. Dan is het, hoe moet ik dat even zeggen? Een ruimtetje waarin je zou kunnen verdwijnen, voor mijn gevoel. Dus geen mens meer. Dan is het geen. Moet ik de achterkant, die weet ik dan even niet, zeg maar. Hè? Ja, op het eerste, dit stuk, zou ik eerst denken van, oh, dat is een vogel. Met een hele lange hals. En zijn kop is ergens. Zijn kop zie je dan niet, zeg maar. Maar die moet je er dan bij bedenken. En die vogel die trekt bijvoorbeeld van Nederland naar het zuiden toe. Naar een warmer oord. Zoiets. En wat zou dit dan zijn? Iemand die meevliegt. Die mee wegvliegt. Dat zou ik kunnen zijn. Ik vind hier wel genoeg. Ik wil een keer naar iets anders toe. Op de rug van de vogel. Op de rug van de vogel. Ja. Leuk. Dus dan wordt het abstracter, hè? Zo. Ja. En als ik dan nog naar achter ga, dan zouden er twee vogels kunnen zijn. En die willen allebei een andere kant op. En jij zit in het midden. En ik zit in het midden. En ik moet maar zoeken van ik moet tegen een vraag aan mij van waar wil je nou heen? Wil je die kant uit of wil je die kant uit? Ja. Als die pin erbij staat, dan zijn de vogels nog niet in de lucht. Dan staan ze gewoon nog op de grond. En zit ik tussen die twee vogels in. En zijn we nog aan het bakkeleien over. Waar gaan we heen? Dus dan is die pin eigenlijk zijn poot, zeg maar. De vogels zitten staan nog op de grond en zijn vertrek klaar. Alleen ik heb nog niet besloten van waar ik heen wil. Ja, ze wachten op jouw antwoord. Ja. Maar ik wil wel mee.